heb de afgelopen dagen een bijdrage geleverd aan de Week van de Amateurkunst. En ik ben zelf ook amateurkunstmaker. Mijn passie is de balafoon, een tamelijk onbekend instrument uit West-Afrika. En kun je uitleggen wat dat instrument is dan? Ja, nou, het is een klankstaveninstrument. Het is de voorloper van de marimba, met stokken die je dus bespeelt. Daarmee worden patronen gemaakt en je speelt met iemand samen, waardoor er heel veel mogelijk wordt in die muziekvorm en de ritmes ook. En hoe was de reactie van de mensen? Ja, nou, heel veel mensen kennen het niet. Het is ook een heel erg onbekend instrument. Ik ben de enige in Nederland die er bijvoorbeeld les in geeft, eigenlijk met lesgroepen. En ik heb met leerlingen heb ik vandaag hier in Tilburg-Noord gespeeld. En wat dingen laten zien van wat de balafoon kan betekenen. En wat heb je hier gedaan? Want je staat hier bij een kunstwerk van Paraplus. Ja, nou, omdat ik hier toch optrad met mijn balafoons en er werd gevraagd van, goh, kun je iets doen voor de opening van het project, dacht ik eraan iets Afrikaans te doen natuurlijk. Dus toen kwam ik op het idee om met kalebassen en gevuld met water het kunstwerk hier, het waterkunstwerk, te laten openen en dan begeleid natuurlijk met balafoonmuziek. Blauw sloten, aders van Tilburg, verstopt in de aarde, verborgen voor later. Blauw sloten, aders van Tilburg, keer terug op de kaart en kom weer boven water. Zonder dat geurtje niet meer verguist, maar juist omarmd door de stad die bruist.